Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het is vannacht weer zeer koud geweest met in het zuiden van Zeeland zelfs bijna min 15 graden. Min 14,9 graden is de laagste waarde van afgelopen nacht. Vanochtend komt er hier en daar nog dichte mist voor, maar in de loop van de ochtend trekt de mist langzaam op, wordt het nevelig en schijnt de zon flink. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over het land, vooral in het noordwesten en zuidoosten. Elders blijft de zon de hele dag aanwezig. Temperaturen zijn nog steeds laag, zo'n min 3 tot min 5 graden en de wind waait uit het zuidoosten en die neemt toe naar windkracht 2 tot 4. Ook vanavond overal nog steeds vorst, min 4 graden in het westen, min 7 of min 8 graden alweer in het oosten. In de nacht wordt het nog iets kouder, maar later in de nacht neemt de bewolking toe en dan kan het in het westen gaan sneeuwen. En het sneeuwgebied trekt overdag langzaam oostwaarts. Vooral in het oosten blijft het nog lang droog. Kan een paar centimeter vallen en het blijft overal vriezen. Pas aan het einde van de middag gaat het langs de westkust dooien. Zondag komt de dooilucht dan overal. Eerst valt er misschien nog wat natte sneeuw en daarna gaat het regenen. Temperaturen lopen in de loop van de dag op naar 2 graden in Groningen en 5 of 6 graden langs de westkust. De wind neemt flink toe. Maandag een enkel buitje, dinsdag meer regen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.